Dames en heren, mag ik alsjeblieft even uw aandacht? Sorry dat ik u onderbreek tijdens het uitwisselen van uw nieuwjaarswensen. Maar zoals gebruikelijk is er vandaag weer iemand die graag de nieuwjaarswensen aan u wil overbrengen. En dat is onze burgemeester, Harry Lemfrink. Dames en heren, welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Leiden. Voor degenen die straks bij het concert nog diep bij waren, allemaal een heel goed nieuwjaar toegewenst in deze prachtige Pieterskerk, al bijna 900 jaar de huiskamer van Leiden. Dat voor de uitnodiging een foto van de Hooglandse Kerk is gebruikt, heeft u gelukkig niet op het verkeerde been gezet. Voor degenen die er straks wel bij waren, wat was het weer een mooi concert, nietwaar? Geef ze nog een heel groot applaus, die helden van het Collegium Musicum. Wij mogen er trots op zijn dat het Collegium Musicum dat allemaal presteert. Het is inmiddels een heuse traditie geworden. Ze doen dit al voor de 14e keer voor ons. Volgend jaar hebben we dus een lustrum. Dan moeten ze dus 2 keer zo hard spelen. Overigens, even een testje. Kan iedereen mij goed verstaan? Ja? Dat moet ook wel, want de Pieterskerk heeft een hele nieuwe geluidsinstallatie. Aan de jarenlange traditie van de onverstaanbare burgemeester is dus een eind gekomen. Voor u is er daarom nu ook geen excuus meer om met elkaar te blijven praten. Ik vertrouw erop dat u aandachtig zult luisteren en na afloop zult u worden overhoord. De jaarwisseling, dames en heren, hebben we weer achter de rug. Grote dank aan de vele mensen van de hulpdiensten en de gemeente die avond en de nacht in touw waren. We kunnen duidelijk stellen, ja, het is altijd leuk om die mensen even met een applaus te bedanken. We kunnen duidelijk stellen dat we de periode van ernstige ongeregeldheden en enorme schade achter de rug hebben. In Leiden is het allemaal goed gegaan. Op 1 ernstig incident na. Een incident van openbare geweldpleging, waarbij een van onze agenten keihard onderuit is geschopt, als gevolg waarvan hij een ernstig beenbreuk opliep. Een verschrikkelijke ervaring voor hem en het is nog steeds niet zeker of het allemaal wel goed zal komen met zijn been. En dat is natuurlijk volstrekt onacceptabel. Wij moeten samen als één man achter de mannen en vrouwen staan die voor ons in de frontlinie optreden, zoals tijdens die nacht. En ik hoop dat de rechter het feit dat het hier om een agent ging extra zwaar zal laten meetellen. Het is, dames en heren, bij deze gelegenheid een traditie om even stil te staan bij de staat van Leiden. En dit jaar is daar extra reden toe, want het is de laatste jaarwisseling van het huidige college van burgemeester en wethouders. Ze kunnen dat moeilijk zelf zeggen, maar ik wel. Ze hebben het hartstikke goed gedaan. Na mijn stellige overtuiging was het college 2014-2018 een van de beste, zo niet het allerbeste college dat Leiden ooit heeft gehad. Individueel staan ze allemaal hun mannetje, maar het collectief is helemaal geweldig. Het is een echt team dat samen consistent werkt aan een lange termijn visie op de stad en daardoor heel veel positieve energie weet te genereren. Het is nog een beetje vroeg, want ze moeten nog een paar maanden, maar ik zou toch tegen onze wethouders alvast willen zeggen, dames en heren, namens de hele Leidse gemeenschap, bedankt.
Ik hoop, dames en heren, dat we de huidige spirit kunnen vasthouden na de verkiezingen van maart. Ik reken er in ieder geval op dat u allemaal gaat stemmen. Allemaal, al met al, ziet het er wel naar uit dat ook dit college de rit ongeschonden uit zal zitten. Voor sommigen begint de politiek in Leiden zelfs een beetje saai te worden. Maar gelukkig voor hen bieden sommige buurgemeenten nog voldoende vertier op dit vlak. Het is overigens jammer dat het zo zorgvuldig ingezette traject om te komen tot een efficiënt en daadkrachtig bestuur over de Leidse regio afgelopen jaar niet tot resultaat heeft geleid. Dat lijkt me niet in het belang van de samenleving en ik hoop dat we hierin na de verkiezingen toch stappen kunnen zetten. Maar dames en heren, met Leiden gaat het heel goed. Dat hoor ik ook alom verkondigen en daar ben ik blij mee. De stad wordt steeds mooier. Zelfs de terrassen, zou ik willen zeggen. Het gaat economisch goed. Er wordt in vele belangrijke projecten geïnvesteerd. En dat zien ook mensen van buiten de stad. Van Aartsen bijvoorbeeld maakte er als burgemeester van Den Haag al een gewoonte van om Leiden regelmatig te noemen. Al had hij het daarbij wel heel vaak over de universiteit, die hem ook zo lief was. Maar nu de European Medicine Agency naar Nederland komt, waar we ons als Leiden ook heel stevig voor hebben ingezet, heeft hij het als waarnemend burgemeester van Amsterdam er zelfs over dat hij Leiden en Den Haag nodig heeft om de vele nieuwe mensen te huisvesten. De komst van de European Medicine Agency zal overigens ook een positief effect hebben op ons Bioscience Park. Daar ben ik van overtuigd. En we slagen er, dames en heren, ook steeds beter in, vaak samen met de universiteit en het LUMC, om organisaties en instellingen naar Leiden te lokken. Zodoende komt een flink deel van TNO Zeist naar Leiden en het ruimtevaartinstituut Esron eveneens. En tot slot weten we inmiddels dat in 2022 ESOF, het grootste interdisciplinaire wetenschappelijke congres van Europa, in Leiden zal plaatsvinden. De stad, dames en heren, is dus populair. En er wordt veel in de stad geïnvesteerd. En zonder volledig te willen zijn, noem ik graag een aantal wapenfeiten van de afgelopen tijd. De herinrichting van de Haarlemmerstraat en de Mare. De prijswinnende garage onder de Lammermarkt. De diepste van Europa, waar we bij uitzondering, zeg ik erbij, vorig jaar ook het diepste underground feestje van Europa mogelijk hebben gemaakt. En verder natuurlijk de vernieuwde en vernieuwende grote musea, volkenkunde, oudheden, boerhaven, naturalis en de Lakenhal en de nieuwe Asian Library, de ontwikkeling bij het station, de voltooiing van de transformatie van het Aalmarktgebied, de vernieuwing van Leiden-Noord, de start van de bouw van de tweede parkeergarage onder de Garenmarkt, waarvoor de lat, dat begrijpt u, nu wel even heel hoog is gelegd. De uitbreiding van de beta-faculteit van onze universiteit. Het is allemaal wel veel en het is bij lange na niet compleet, kan ik u vertellen. Ook in het sociaal domein gaan er veel dingen goed. De effecten van het wijkgericht werken en de drie decentralisaties pakken goed uit. Al kost de zorg voor de jeugd de komende tijd nog wel flink wat extra geld. Een mooi initiatief is de aanpak om vroegtijdig schuldproblematiek te signaleren om de ellende van huisuitzettingen en dergelijke te voorkomen. En wat ook aardig is, de eerste tijdelijke woningen voor onder meer asielzoekers en daklozen zijn gerealiseerd aan de Sumatrastraat en de Wassenaarseweg. De komende jaren, dames en heren, gaan we aan de slag met de aanleg van de bruggen van het Singelpark en de herinrichting van onderdelen daarvan, de reconstructie van de Hooigracht-Langegracht en vele andere wegdelen in de binnenstad, de bouw van een nieuw zwembad, een nieuwe ijsbaan, een nieuwe sporthal en de aanleg van de Leidse Ring om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Ook zullen we verder uitvoering geven aan het VN-verdrag in zaken mensen met een handicap, waarbij centraal staat dat de openbare ruimte en allerlei gebouwen goed toegankelijk moeten zijn voor mensen met een handicap. En dames en heren, zo kan ik nog wel even doorgaan, want het bruist in Leiden van activiteit zoals nooit tevoren. Maar eerlijk is eerlijk,
We staan als stedelijke gemeenschap ook voor grote uitdagingen. Ik zou er drie willen noemen. Ten eerste de vraag naar woningen. Die is zo groot dat velen buiten de boot dreigen te vallen. En dat mag niet gebeuren. En daarom moeten er veel nieuwe woningen komen en natuurlijk ook nieuwe voorzieningen. Dat stelt ons voor grote vragen. Want het is niet makkelijk om in een van de dichtst bebouwde steden van ons land daarvoor nog ruimte te vinden. Zonder al uw tuinen te hoeven volbouwen, althans. Gelukkig biedt al die verstedelijkingsopgaverij ook kansen om de stad nog aantrekkelijker te maken. En de kwaliteit van onze woningvoorraad te verbeteren. Zoals in Leiden-Noord gebeurt. De tweede grote opgave die ik zie is de marsroute naar een klimaatneutrale stad. Daarvoor hebben we afgelopen jaar een warmtevisie vastgesteld. We kunnen niet doorgaan met het gebruik van fossiele brandstoffen. Daar komt een keer een eind aan. En we mogen ook niet langer de met verbrandingen gepaardgaande uitstoot van CO2 accepteren. Maar om u allemaal van het gas en de olie af te helpen, is geen sinecure. Daar moeten we samen met u keihard aan werken en dat gaan we ook doen. En de alternatieven moeten natuurlijk reëel zijn. En daar werken we hard aan. Het derde grote vraagstuk is dat we eraan moeten blijven werken dat iedereen in de stad mee blijft doen. Dat betekent dat er ook mensen met een lager inkomen een plek in Leiden moeten kunnen vinden. En dat mensen die dat nodig hebben kunnen rekenen op onze steun. En, zeg ik erbij, dat er geen grote scheidslijnen in de stad zullen ontstaan. Of je nu arm bent of rijk, hoog opgeleid of niet, in ons land geboren of van elders afkomstig, gezond of hulpbeoefend of met een handicap, je moet je welkom blijven voelen in de stad. Zo doen we dat, omdat we dat altijd gedaan hebben en zo hoort dat bij ons. Maar hoe lastig dat soms is, blijkt wel uit een thema dat veel aandacht heeft gekregen in de landelijke media. Korpschef Akerboom hield een pleidooi voor de inzet van psychische hulpverleners in de wijk. Omdat de politie steeds meer tijd kwijt is aan mensen die in de war zijn. De Rotterdamse politiechef Pauw voegde eraan toe dat er meer mensen gedood worden door daders met een psychische aandoening dan door terroristen. Hij wees op enkele dodelijke incidenten in zijn regio. En wie is er niet geschrokken van de drama's rond Anne Faber dit jaar en Els Borst bijvoorbeeld een paar jaar geleden. Ook in Leiden kennen we gevallen. Afgelopen jaar bijvoorbeeld de moord in de Tomatenstraat. Die had te maken met iemand met een TBS-achtergrond. En in april stak een verwarde man in de Leidse Hout een agent neer. Van de politie en justitie krijgen we soms signalen over mensen met een TBS-verleden of een gevangenisstraf die in Leiden komen wonen en als potentieel gevaarlijk worden beschouwd. En dat vind ik echt lastig. Allemaal levenslang opsluiten is natuurlijk geen oplossing. Maar een psychologisch hulpverlener in elke wijk evenmin. Sterker nog, we hebben al wijkgerichte psychische zorg en lost deze vraagstukken ook niet direct op. Nee, wat we echt nodig hebben is een goede samenwerking tussen politie, openbaar ministerie, reclassering, de geestelijke gezondheidszorg, gemeente en soms woningcorporaties. Dat is echt essentieel. Vaak is er sprake van middelengebruik en die vraagt om extra controle. En soms lijkt een zekere mate van drang in de begeleiding wenselijk. En wellicht zouden daar nog wel extra bevoegdheden voor nodig kunnen zijn. Natuurlijk, zeg ik erbij, zijn niet alle mensen die in de war zijn gevaarlijk. Verre, verre van dat. Ook u bent wel eens in de war. Zij moeten kunnen rekenen, dames en heren. Al die mensen moeten kunnen rekenen op onze zorg. En als er sprake is van overlast of verwaarlozing, is ook hier een gezamenlijk optreden met onze partners noodzakelijk. Voor mensen die op straat in verwarde toestand worden aangetroffen, hebben we overigens inmiddels een psychische eerste hulp beschikbaar
bij rivierduinen. Dat is een enorme verbetering, waar ik ontzettend blij mee ben. Hoe dan ook, dames en heren, deze vraagstukken zullen ons de komende tijd flink bezighouden. Maar het is een feestelijke bijeenkomst en we moeten natuurlijk niet in mineur eindigen. Wij houden allen van onze stad. Het gaat hartstikke goed met Leiden. En met uw aller hulp moeten we die positieve flow vast weten te houden. En om met John F. Kennedy te spreken, vraag daarbij niet wat Leiden voor u kan betekenen, maar wat kunt u allemaal doen voor uw stad? Een mooi antwoord geven op die vraag zou een fantastisch nieuw voornemen zijn voor 2018. En daarmee, dames en heren, zou ik willen zeggen, cheers! Dames en heren, voordat we meteen ons allemaal op de borrel storten, wilde ik vragen aan de band om naar voren te komen. Want traditioneel, inmiddels, de tweede keer geloof ik, wordt na afloop van de speech het Leids volkslied gezongen. Dat kon u weten en ik denk ook dat iedereen het inmiddels wel aardig uit zijn hoofd kent. Maar voor wie het nou even vergeten is of even in de war is, we hebben het geprojecteerd hier op het scherm, zodat iedereen het kan meelezen. En een beetje up-tempo, zodat we snel aan de borrel kunnen.